Dames en heren, namens de historische vereniging Deventer heet ik u allen hier in de zaal welkom. Dat zijn vooral bestuursleden en de redactie. Maar het gaat natuurlijk vooral dat u thuis hopelijk allemaal meekijkt naar een interessante lezing. Helaas, we zijn nog niet helemaal door de coronaperikelen heen, maar we schieten op en ik ga ervan uit dat na de zomer we u weer in de Oude Mariakerk kunnen ontvangen, zoals het eigenlijk altijd te doen gebruikelijk was. Hartelijk welkom. Vandaag toch weer een bijzondere dag, want u ziet het, vier voor me ligt het prachtige nieuwe jaarboek 2021. Heel bijzonder mooi boek. Nou zeg ik dat wel vaker natuurlijk altijd, maar als ik u een hele kleine opsomming geef van de artikelen over, als je het over de duivel hebt, dat gaat over de pestgleuven op de Leeuweniskerk. Dan ook nog een heel aardig stukje van onze museumdirecteur, een dorstig klusje, de bouw van een boerderij. De dichter Jan van der Veen in Deventer van onze lid Geo Hartong. De Mighty Queen of the Pothof van onze Tineke Stijn Wilkeshuis. De ziekenfondsstrijd in Deventer van onze erelid Clemens Hogestein. En een heel belangrijk artikel waar u zo meer gaat over horen is over Rien Ditsel op zoek naar een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud. Nou, dan hebben we een heel aardig artikel van ons bestuurslid René met Egbert Scheffer over alle graffiti in de stad. Je staat verbaasd toen ik het gisteren doorkeek, wat ik ook weer niet wist. Dan hebben we natuurlijk de Stichting Arsenaal Mariakerk, een heel mooi artikel van Hans Reuben, wat er in de loop der tijden is gebeurd. Over de V1 in Willem van onze Bart Vermeulen. De aanwinsten van de bibliotheek, Antoneumbibliotheek, aanwinsten van het museum, zoals te doen gebruikelijk. In memoriam van Johan Bouwmeester, u kent hem nog, de burgemeester van de Grote Kerkhof werd die ironisch genoemd. En van ons lid Huub van Sabben in memoriam. Hij heeft toen nog de lezing kunnen geven, maar helaas is er niet meer. En natuurlijk de gebruikelijke rubrieken. De namenlijst van de overledenen, de straatnamen, het gemeentebestuur en vooral de Deventerchroniek, waar u in een aantal bladzijden toch echt ziet wat er in één jaar is gebeurd met veel foto's. Kortom, het is allemaal zeer interessant en lezenswaardig. Maar nu dan ga ik het eerste exemplaar geven aan een van de auteurs. Dat is meneer Johan van der Veen. Die heeft een artikel gemaakt over Rien Ditsel, een CPN-wethouder na de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig wordt hij geëerd ook in de nieuwe wijk Steenbrugge, want daar hebben we veel verzetshelden allemaal gedocumenteerd en een naam gegeven. En zo is er daar ook een Rien Ditselstraat. Nou, ik was gisteren weer helemaal verbaasd wat er zoveel kennis over Deventer weer naar voren kwam. En dat zult u bij het lezen van dit boek ook vast meemaken. Als u binnenkort een boek krijgt, dat regelt onze penningmeester Jan Webbing, zal daar weer uiteraard voor zorgen. Kortom, een prachtig Deventerjaarboek. En ik ga met alle plezier met u allen in de zaal luisteren naar Johan van der Veen. Maar ik geef hem eerst symbolisch dit eerste exemplaar van het jaarboek van onze hele historische vereniging. Johan, zou je meteen? Ja. Dan doen we dat altijd zo. Dat doen we dan even zo. Dit is het eerste exemplaar. Dank je. En wij gaan met interesse, denk ik, naar je luisteren. Oké. Okay. Jij hebt hier de microfoon. Ja. En ik zou zeggen. Goed. We gaan aan de gang. Ik ga het met jullie hebben over Rien Ditsel. En niet over zijn hele politieke carrière, maar vooral over zijn periode in het Zwarte Woud. Koen Hilbrink schreef in 1998 De Ondergrondse. En in dat boek wijdt hij een paragraaf aan Rien Ditsel. En daarvoor maakt hij gebruik van een brief van Klaas Vos, de oud-hoofdredacteur van het Deventer Dagblad. Die had net het boek Klakkende Laarzen aan de IJssel geschreven en de zwager van Rien Ditsel meende daar wat commentaar op te moeten hebben. En die brief is in handen gekomen van Koen Hilbrink. En het verhaal wat in die brief staat, en dat de grondslag lag aan de paragraaf, dat is een beetje het familieverhaal over Rien Ditsel. En Koen zegt ook heel goed en heel keurig als historicus, ik heb het niet kunnen verifiëren. Dat was ook natuurlijk heel lastig omdat archieven dicht waren.
Maar wat gebeurde er? In november 2018 kreeg inderdaad Rien Ditsel een straat in het plan Steenbrugge. En een dag later verscheen Hans Ditsel bij mij op visite. Ik had ooit met hem in de kroeg gewerkt, maar ik wist niet dat hij Ditsel van de achternaam heette. Want in de kroeg hebben mensen geen achternaam. En hij bracht een grote plastic zak met brieven en memoires uit de periode 1944-1947 en zei: maak er maar een mooi verhaal van. Nou, dat heb ik geprobeerd. Aangevuld met materiaal uit archieven is er iets van tot stand gekomen van verificatie, om het maar zo te zeggen. Voordat we het over die Rien gaan hebben, wil ik het kort hebben over Deventer in de jaren 20 en 30, toen het de naam Moskou aan de IJssel kreeg. We gaan het niet hebben over het feit of het al dan niet verdiend is. We gaan het ook hebben over het verzet van CPN en RSAP-mensen. En dan de grote brok moet Rien Ditsel in het Zwarte Woud worden. Even kort. We hebben het over de verzuiling in Nederland. En die was in Deventer ook zichtbaar. De verzuiling in Nederland was de neutrale zuil, de confessionele zuil en de rode zuil. Ik ga nu even naar Deventer, naar de Rode Zuil. Daar was de grootste club natuurlijk de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Met heel veel aanverwante organisaties. Politieke organisaties zoals vrouwenclubs, jongerenclubs. Maar ook maatschappelijke organisaties en natuurlijk de vakbond. Daarnaast had je een veel kleinere lood binnen die linkse zuil. Dat waren de revolutionaire socialisten. We hebben de Socialistische Partij, die in 1918 wordt gesticht en in 1919 deelneemt aan de verkiezingen. Die Socialistische Partij gaat in 1929 in Deventer op in de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij. En in 1935 heeft zich afgesplitst van de SDAP, dat is de Onafhankelijke Socialistische Partij, en die fuseert met die Revolutionair Socialistische Partij. En dan krijg je de RSAP, de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij. En die revolutionaire socialisten waren in vergelijking met elders in het land in Deventer behoorlijk sterk. Ze hadden niet, zoals de SDAP, een eigen onderdak. De SDAP zat altijd stevast in het hoekhuis. Maar als ze vergaderen, een huishoudelijke vergadering hielden, dan was dat vaak in gebouw De Toekomst, in de Waterstraat. En dat was het gebouw van de Algemene Nederlandse Geheelonthoudersbond. En daarmee zie je eigenlijk al een stuk scheiding. De sociaaldemocraten, als die aan onthouding deden, althans aan alcoholische onthouding, zullen we dan maar zeggen. Dan deden ze dat in het kader van de NV, de Nederlandse Vereniging ter Bestrijding van Alcoholische Dranken. En als de radicalen en de communisten dat deden, dan waren ze dat meestal lid van de ANGOP. Dus daar liep ook duidelijk een scheiding tussen SDAP, revolutionair socialisten, en ook de CPH en de CPN. De communisten waren in Deventer ook vertegenwoordigd. Die werden nooit echt groot, altijd maar één zeteltje in de raad. En in 1935 ging de CPA, de Communistische Partij Holland, ging CPN heten. En zij hadden wel een eigen onderkomen aan de Pikeursbaan. Ik denk dat het nog even goed is om iets te vertellen over de vakbonden. De oudste vakbond in Deventer was het NAS, het Nationaal Arbeidssecretariaat. En daar waren verschillende bonden bij aangesloten en vertegenwoordigers van die bonden die kwamen bijeen in wat de Deventer Bestuurdersbond heette. Dat NAS was radicaal socialistisch, dus daar moesten de SDAP'ers niks van hebben. En die SDAP'ers, de Sociaaldemocraten, die stichtten omstreeks 1906 het NVV. En die NVV, het NVV en Deventer zaten ook weer verschillende bonden bij aangesloten. En die vertegenwoordigers die noemden zich de Nieuwe Deventer Bestuurdersbond. Dus je had er twee, de Deventer Bestuurdersbond, de radicale, en de Nieuw Deventer Bestuurdersbond, als ik het een beetje ideologisch uitdruk, de reformisten. Nou, de voorzitter had het net al over een aantal mensen die een straatnaam hebben gekregen. Ik laat twee van die mensen zien die in revolutionair-socialistische kringen heel erg bekend waren. Dat was de CPN. Daar komen ze. Dat waren Johan Roebers en Albert Gerards. Officieel Albert Johan Gerards. Roebers zat onafgebroken van 1919 tot 1940 in de raad, totdat hij er werd uitgezet door de Duitse bezetter. En de heer Albert Johan Gerards, die zat van 1919 tot 1923 erin, voor de SP. En toen is hij de hele tijd uit geweest. En vanaf 1935 tot 1940, totdat hij er ook uitgezet werd, zat hij er ook in de raad. Dus dat zijn echt twee
smaakmakers, twee gezichtsbepalende mensen. Daar komen ze. Roebers en Albert Gerards. De communisten hadden ook een gezichtsbepalend iemand. Dat was Albert Jan Gerritsen. Die kwam niet meteen in de raad. De communisten kwamen in Deventer in 1923 pas in de raad. Met Willem van Winsum. En die vertrok tussentijds in 1926. En is opgevolgd door Albert Jan Gerritsen. En die heeft tot het moment dat hij ook de raad uit moest in 1940, heeft hij in die raad gezeten. Toch was links niet helemaal verdeeld. Er waren ook gemeenschappelijke raakpunten. De melting pot van links-liberalen tot en met de anarchisten was natuurlijk Help Uzelf. Dat is eigenlijk een heel uniek huis en een heel unieke instelling om het nog eens nader te bestuderen. Je had in Deventer ook een hele grote coöperatie, Ons Belang. Ik heb wel eens een beetje ingeschat dat ongeveer de helft van de Deventer gezinnen, een kleine helft, daarbij aangesloten moet zijn. Men vond elkaar ook in het drankweercomité. Daar deden zelfs de christelijke geheelonthouders aan mee. Eens per jaar was er een blauwe week tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. En dan was Deventer echt helemaal in het teken van alles wat blauw was. Optochten, demonstraties. Nou, je kunt het niet zo gek verzinnen. En met name ging men dan de buurten in. Het Rode Dorp, Knutteldorp, want daar werd kennelijk flink gehezen. En men ontmoette elkaar ook bij Doto. Dat was de Deventer Geheelonthouders Voetbalclub. Vergelijkbaar met AGOVV. En die werden dan ook in de pers altijd de Blauwen genoemd. Of dat nou geringschattend was, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hadden een blauw tenue. Men kwam elkaar tegen in de Vereniging van Federatie van Arbeiders Esperantisten. Gerards, die ik net liet zien, was daar voorzitter van. Men kwam elkaar tegen bij de VARA, hoewel de radicale socialisten en communisten waarschijnlijk het gevoel hadden, daar zijn we dan bij, wegens gebrek aan beter. Ze kwamen elkaar tegen bij de Dageraad, de Vrijdenkersvereniging, en ook bij de Nieuw Malthusiaanse Bond, de voorganger van de NVSH. Gerritsen, het communistische raadslid, was daar voorzitter van. En hij was ook voorzitter van de laatst genoemde vereniging, de Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding. Want cremeren was in de jaren 20 en 30 een luxe die alleen voor de rijken was weggelegd. Vandaar dat de arbeiders een eigen AVVL, en dat was een voorganger, durf het amper te zeggen, van Jarden. Nou, dan de politiek. We gaan niet alle politieke partijprogramma's doen, maar een paar dingetjes eruit halen. Die revolutionair socialisten en communisten die waren natuurlijk heel principieel, in tegenstelling tot de SDAP, tegen de 5 K's. Het kapitalisme als onderdrukkings-economisch stelsel, tegen de kazerne, de militairen, maar ook tegen de politie. Er zijn debatten in het Deventer Raad geweest over een kleine verhoging van de lonen en het aanstellen van inspecteurs bijvoorbeeld. Want die werden gezien als de verdedigers van de bestaande orde. Ze waren tegen het Koningshuis, ondemocratisch. Je moet het staatshoofd kiezen. En bovendien werd de koning gezien als een vertegenwoordiger van het kapitalisme en ook het kolonialisme. Ze waren tegen de kerk, want die bepleitte dat je het bestaande systeem gewoon moest aanvaarden. En dat je leidzaam moest zijn, want dat is een christelijke deugd. En uiteraard waren ze tegen de kroeg, althans een grote meerderheid. Want denkende arbeiders drinken niet en drinkende arbeiders denken niet, dus dat moet je voorkomen. En ze wilden niet en geen directe en indirecte bestuurlijke verantwoordelijkheid. In 1919, toen de raad was gekozen en er een college moest komen, verlieten de revolutionair socialisten, die hadden toen 4 zetels, verlieten op het moment dat er een college werd gekozen, verlieten ze gewoon de raad. Ze gingen weg, ze wilden zich daar niet aan bezoedelen. Ze wilden hun handen niet vuil maken. In 1923 gebeurde hetzelfde en deden de communisten dat ook. Later werden de communisten iets milder. In 1935 staken die toch nog een beetje hun hand uit om met de burgerlijken en met de sociaaldemocraten tot een akkoord te komen. En in 1939 schreven de communisten, Albert Jan Gerrits, zelfs een brief naar de Vrijzinnig Democratische Bond en de SDAP met het verzoek, moeten wij niet eens praten? Dat werd natuurlijk afgewezen.
Het waren opposanten. Met andere woorden, ze stemden tijdens de begrotingsvergaderingen altijd tegen de begrotingen. Vanaf 1919 tot en met 1939, 1940. Fel tegen, en ze beschouwden in feite de begrotingsvergadering als het summum. Daar kon je gewoon je politieke boodschap kwijt. En dan hadden ze natuurlijk een hele moeizame relatie met de SDAP. Aanvankelijk zat de SDAP niet in het college, dus kwam men het nog wel eens dicht bij elkaar. Maar vanaf 1927 wordt de SDAP collegepartij en dan gaat de SDAP zich ook regentesk gedragen in de ogen van deze mensen. En zeker als er de jaren 30 aanbreken en zij de bezuinigingspolitiek van Colijn op gemeentelijk niveau doorvoeren. Je zou denken, ze zijn het eens. Ja, in de gemeente zijn ze, de communisten en de radicaal-socialisten, het vaak eens. Maar ze hadden één groot meningsverschil, dat was de Sovjet-Unie. De revolutionaire socialisten die neigen toch meer naar de kant van Trotsky. En moesten niks van Stalin hebben, terwijl de communisten ook in Deventer onvoorwaardelijk trouw waren aan Stalin en achter de Sovjet-Unie stonden. Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen geweest die verhoudingen die toch al lastig lagen tussen de SDAP en aan de ene kant en de radicaal-socialisten en communisten aan de andere kant nog verder hebben, die polarisatie nog verder hebben verstevigd. Dat was eerst in 1935. En ik zet er altijd een beetje pesterig bij, toen kwam er geen Moskou aan de IJssel. Want iedereen in Deventer die daar iets bij te winnen heeft, gebruikt de term Moskou aan de IJssel. En het liefst wordt er ook mee gekoketteerd natuurlijk. Nou, de uitslag van de verkiezingen was 8 zetels voor de SDAP, 4 zetels voor de revolutionaire socialisten van de RSAP en zoals altijd 1 zetel voor de CPN. En Roebers verklaarde, precies hetzelfde als in 1919, wij nemen geen verantwoordelijkheid. Dus wij doen niet mee. En als we al mee hadden willen doen, dan wil de SDAP toch niet. Dus de RSAP stemde blanco bij de wethoudersverkiezing. En ook Gerritsen, die was iets subtieler. Die zei van ja, eigenlijk had de SDAP recht moeten doen aan de uitslag. En dan had ik met de RSAP wel mee willen praten, maar die doen het niet. Dus ik doe het ook niet. En hij stemde dus ook blanco. En dan moeten de grote commissies gekozen worden, de raadscommissies. Daar hadden de revolutionair-socialisten altijd zitting in gehad. Maar nu kwamen ze met 4 zetels slechts in 2 commissies terecht. Dus besloten Van Brugge en Roebers dat ze geen zitting zouden nemen. En toen was de beer los, want vanaf dat moment tot aan het verwijderen uit de raad tijdens de bezetting hebben de revolutionair-socialisten nooit meer zitting in enige grote commissie van de gemeente gehad. Het andere punt waar Heibel over uitbrak, dat was de staking aan het Twentekanaal. Nou ga ik die staking niet behandelen, maar we moeten er even van uitgaan dat het een werkverschaffingsproject was. En dan ook nog een werkverschaffingsproject, het lijkt bijna op het neoliberale Nederland, waar privéondernemingen, in tegenstelling tot eerdere projecten, de heidemaatschappij het voor het zeggen had. En die privéondernemingen, die ondernemers die daar zaten, die drukten de lonen nog verder. Dus voor de Deventer arbeiders die aan het Twentekanaal werkten, was er eigenlijk geen droog brood te verdienen. En dan hebben we het over de zijtak van het kanaal naar Almelo. Daar ging het om. Op enig moment breekt daar in mei 1970 een staking uit. 100 man gaan in staking uit diverse gemeenten. 3 dagen later zijn het er 450 en zijn er 100 Deventenaren bij. En op het hoogtepunt van de staking zijn er natuurlijk meer Deventenaren bij, want als een groep in staking ging, dan wilde men gewoon een nieuwe groep. En men vermoedt dat het ongeveer tot 150, 200 man zijn geweest die destijds gestaakt hebben. Die staking duurde tot in oktober. En waar brak nu de ellende over uit? Dat was, hoe ga je met die stakers om? Mensen die staken worden uitgesloten. En als je uitgesloten wordt, waar heb je dan nog recht op? Nou, daar had Colijn IV, het toenmalige kabinet, met minister Romme, minister van Sociale Zaken, een aardige oplossing voor. Die probeerde namelijk de Deventer-stakers via het gemeentebestuur te breken. En dan wel via de uitkering.
In augustus was het nog zo dat je een minimale uitkering van maatschappelijk hulpbetoon kon krijgen. En dat er ook nog gecollecteerd mocht worden. Mensen mochten dus langs de deur met steunlijsten. En vanaf dat moment, augustus, zie je het volgende gebeuren. Geen ondersteuning meer. En wie met een collectelijst wordt betrapt, en ik heb ze inderdaad in het politiearchief aangetroffen, wordt gearresteerd en krijgt een boete. Dus men wilde die arbeiders gewoon compleet onder druk zetten. Het ging zelfs zo ver dat op enig moment is er een groep mensen die willen help jezelf een solidariteits- en benefietactie houden. Er wordt een cabaretgezelschap ingehuurd. Nou, de vermakelijkheidsvergunning wordt niet gegeven. En dat is natuurlijk koren op de molen van de revolutionair socialisten en communisten. Want die zeggen, kijk, de SDAP, die zit in het college. En die doet ons dit allemaal aan. En vervolgens zeggen ze ook, ja, en die vakbonden van tegenwoordig, het NVV en ook de nieuwe Deventer Bestuurdersbond, die doen helemaal niets voor de stakers. Dus dit is ook een punt geweest waarbij die deling tussen revolutionair socialisten en communisten aan de ene kant en de burgerlijken samen met de SDAP en het NVV aan de andere kant, ja, heel duidelijk aan het licht kwam. Nou, men was wel heel erg creatief, want al mocht je dan niet meer collecteren, je kon natuurlijk altijd foto's maken van de stakers en die kon je dan gaan verkopen voor een dubbeltje. En zo kwam er dus op enig moment ook geld nog binnen. Deventer had ook een behoorlijke antifascistische traditie. Het Deventer Dagblad van 20 mei 1933 vermeldt rellen. In Hotel de Wereld is een vergadering van de NSB en vanuit het arbeidsbureau waar gestempeld moest worden zijn een aantal arbeiders aan de gang geweest om medearbeiders en een breed publiek op te roepen om 's avonds in de Korte Bisschopstraat te komen en naar de Brink te gaan. En dat werd inderdaad een behoorlijke knok- en vechtpartij. Verder zie je dat er in het politiearchief ontzettend veel notities aanwezig zijn van pamfletten tegen Hitler. Met name geplakt in de arbeidersbuurten. Trooiendorp, Knutteldorp en ook in de omgeving van Ankersmit en de fabrieken die daar waren. En dat is ongetwijfeld het werk geweest van de CPH, want die hadden een eigen, de Communistische Partij Holland, die hadden een eigen strijdbond tegen oorlog en fascisme. En van de RSP, die een comité tegen oorlog en fascisme ook hadden. En natuurlijk kwamen er ook landelijke kopstukken. Sneevliet van de RSAP en Wijnkoop van de communisten, die al heel vroeg waarschuwden voor het gevaar van het fascisme. En dit alles gebeurde ook in Deventer onder het wakend oog van de Centrale Inlichtingendienst, die in 1919 was opgericht. En die angstwekkend en heel zorgvuldig alle linksradicalen en hun organisaties in Nederland bijhield. En de politie in Deventer had daar een belangrijke taak bij. Die moest de gegevens van deze radicalen aanleveren en het liefst met een foto. En zo ontstond er dus een centrale cartotheek op basis waarvan men lijsten bijhield, lijsten van revolutionairen. Nou, de eerste lijst is van april 1919, er staan 8 Deventenaren op. De laatste is van 1939 en dan staan er maar liefst 105 Deventenaren op. Dan gaan we naar de Duitse inval. Eerst even naar de CPN. Begin juli 1940, dan besluit de CPN om illegaal te gaan. En men besluit om de afdelingen en de regio's om te vormen naar illegale organisaties. Dan zegt men in de centrale leiding zegt er moet 1 iemand richting IJsselstreek, dat is Joop Geerlichs. En die moet daar 5-mansgroepen, zeg maar cellen bouwen. En die 5-mansgroepen, die cellen, die hadden een belangrijke taak, namelijk de taak om de illegale waarheid te drukken en te verspreiden. Er was ook een groep die zich bezighield met het werven van geld. Dat was het Solidariteitsfonds. Daar moesten dus de stencilmachines uitbekostigd worden en daar moesten ook de mensen uitbetaald worden die min of meer ondergedoken zaten, maar ook arbeiders die niet naar Duitsland wilden en dus hun uitkering kwijtraakten. Landelijk gezien was er ook een militaire groep, de MIL-groep, en die stond onder leiding van Jan Rik van Gilsen. En die naam moeten we even onthouden, want die komt nog een paar keer voor. Van de RSAP weten we wat minder.
RSAP en CPN worden op 20 juli verboden omdat het marxistische partijen zijn. He, Rost van Tonningen wordt op dat moment door Seyss Inquart aangesteld tot commissaris van die marxistische partijen. En dat betekent het einde van zowel de CPN als ook de RSAP. Overigens, de mandaten van die partijen die werden ook vervallen verklaard. Daar kom ik straks nog op. Er waren, dat weten we zeker, RSAP-leden actief in het verspreiden van illegale lectuur in Deventer. Dus dat gebeurde wel. En Roebers, die was heel erg actief op landelijk niveau in het Marx-Lenin-Luxemburg-front. Dat was de illegale voortzetting van de RSAP. Omdat de mandaten vervallen waren verklaard, moesten de raadsleden eruit. Uit de gemeenteraad. Dus op 29 juli komt er een brief binnen bij lokale burgemeester Berends, want de burgemeester zelf is ziek. En daar staat in dat leden, raadsleden van de RSAP en de CPN, die moeten zich onthouden van enige vorm van werken aan de gemeenteraad. Dus de dag daarop, 30 juli, ontbreken ze. Ze zijn er dus eigenlijk gewoon uitgezet. Een volgend punt is 25 juni 1941. Bijna 80 jaar geleden. Dan vindt er een landelijke actie plaats in heel Nederland, waarbij ongeveer 450 communisten, radicale socialisten, anarchisten en een aantal vakbondsmensen worden opgepakt. In Overijssel zijn dat er 53 en in Deventer zijn dat er 14. 17 leden van de RSAP en 7 leden van de CPN. Men was bang, althans de Duitse bezetter was bang, dat deze groepen in opstand zouden komen, demonstraties zouden houden omdat de Sovjet-Unie net was binnengevallen. En de Duitsers hadden natuurlijk ook ervaringen opgedaan met communisten vooral, maar ook met een aantal revolutionair socialisten tijdens de februaristaking. En men wilde eigenlijk ook wel een voorbeeld stellen. Vandaar dat deze mensen werden opgepakt en naar kamp Schol werden gestuurd. En dat was voor die tijd nog een redelijk mild kamp, vergeleken bijvoorbeeld met Amersfoort. Maar het wordt een aantal mensen in de CPN duidelijk van ja, werkt dat nou? Een krant maken, werkt dat? En een aantal mensen hebben toen waarschijnlijk gedacht van ja, misschien moet je naar andere middelen overgaan. Sabotage, geweld gebruiken. En ik vermoed dat er ook vanuit de landelijke organisatie daartoe is aangezet. En uiteindelijk ontstaat er in Deventer een sabotagegroep met als leiders Toon Klein-Bussink en Rien Ditsel. En die sabotagegroep wordt een onderdeel van een groter geheel. En als we dat tot onze streek beperken, dan zie je dat dat grote geheel bestaat uit Deventer en de gemeente Voorst. Terwolde, Twello en dan het dorp Voorst. En die sabotagegroep die wordt heel erg actief in de zomer en het najaar van 1942. Je krijgt dan dat iemand uit Rotterdam komt, de tweede man van de Nederlandse Volksmilitie. Die Nederlandse Volksmilitie is een verzetsgroep uit Rotterdam. En de tweede man, Cornelis van der Kraats, bijgenaamd Frans, want dat was zijn schuilnaam. Ja, die wordt heel actief in Deventer en omgeving. Die legt ook contacten met de groep in Hengelo van Hazemeijer Signaal. Daar zaten een aantal linkse idealisten die het eigenlijk zat waren dat ze daar voor de Duitsers wapens aan het produceren waren. Dus die waren ook bereid om het een en ander te doen. En zowel in Twente als in onze streek worden er aanslagen, die overigens bijna allemaal mislukten, op spoorwegen uitgeoefend. En de bekendste aanslag in Deventer is die op Holteman en Ten Hoven, de veevoederfabriek op het Hartenaasje. Naar aanleiding daarvan zijn de Duitsers natuurlijk furieus en ze weten eigenlijk niet zo goed waar ze die mensen moeten zoeken. Dus op 16 oktober worden er 15 mensen op de Leusder Heide gefusilleerd als represaillemaatregel, waaronder 5 Deventenaren. In die periode arresteert men ook in het wilde weg mensen. Ik heb in het Deventer-archief en ook in het Rode Kruis-archief een lijst gevonden van mensen die gewoon willekeurig, ja, ze hadden ooit wel eens iets met links te maken gehad, worden opgepakt en dan vervolgens naar kamp Amersfoort worden gestuurd. En daar verbleven ze ongeveer een dag of 10, 14, totdat men de werkelijke daders had. Maar men zat kennelijk met de handen in het haar. Er worden in september al een paar mensen opgepakt in Voorst, maar dat zet niet door.
halfweg oktober worden er mensen van Hazemeijer opgepakt. En dan zie je dat eind oktober de eerste arrestaties plaatsvinden in Deventer. En dan ook aan de overkant van de IJssel. Die mensen hielden zich dus bezig met aanslagen op spoorwegen, vernietigen van voedselvoorraden voor de Weermacht. Ze hielden zich bezig met brandstichting bij boeren. En de leider hier in Deventer was Toon Klein Bussink. En Rien Ditsel was meer de logistieke man. Eind oktober dus arrestaties. En je ziet dat op 13 november 1942 17 mensen voor de rechtbank verschijnen. 15 worden ter dood veroordeeld. En die 15 die worden op 19 november op Soesterberg om het leven gebracht, gefusilleerd. Nou, hier zie je dus nog twee afbeeldingen. Die zijn van de ochtend dat, van die mislukte aanslagen. Dit is bij kilometerpaal 11.8, om het maar zo te zeggen, in Twello. De eerste keer heeft men de spoorstaven losgewrikt en daar iets tussen gezet om de trein te laten ontsporen. Dat was 23 augustus. En op 13 oktober heeft men het geprobeerd met een springlading, maar beide keren mislukte dat. Dan gaan we naar Rien Ditsel. Nou, eerst even een foto van de jonge Rien. Rechts staat het koppel rechts, dat is Willy, de vrouw van Rien en Rien zelf. En die zijn halverwege in de tweede helft van de jaren 30 op fietsvakantie. En toen is deze foto gemaakt. En het is een van de weinige foto's, er is er geloof ik nog één of twee, die we van Rien hebben. Rien wordt geboren op 4 juli 1914. In de Manegestraat, dus achter het station. En de familie gaat al vrij snel naar Amsterdam. Daar blijven ze tot 1918. En Riens vader was kleermaker. En dat is een heel conjunctuurgevoelig beroep. Dus tot aan 1929 ging het heel goed. Vanuit de sanatorium Dwarsstraat een zaak op de Diepeveense weg. Waar nu dat pleintje is, tegen de Hoge Hondstraat aan. Een herenkledingzaak. Met een eigen etalage, dus dat wil wel wat zeggen. Hij had zelfs mensen in dienst. En na de crisis, ja, dan zakt het eigenlijk helemaal ineen. En moet hij ook die mooie locatie verlaten. Rien kreeg uiteindelijk 3 broers en 2 zussen. En hij brengt zijn lagere schooltijd door op de Brinkpoortschool. En een aantal jaren daarna op de HBS. En een klasgenoot van hem is Jan Hendrik van den Berg. De zoon van de machinist van de Watertoren. En die man moeten we even in de gaten houden, want die komen we straks nog een keer tegen. Hij maakt de HBS niet af. Hij gaat de kledingsbranche in, staat in het boek van de directeur. Kleren maken, maar of hij dat nou bij zijn vader wordt of bij Tempelman. De herenmodezaak in de Korte Bisschopstraat, waar hij later in ieder geval wel aan het werk is, dat is niet zeker. In de tussentijd is hij ook nog een tijdje vertegenwoordiger in IJzerwaren in Arnhem. En ja, hij komt Willy tegen. Komt in die familie van de Klein Bussinks. Dat zijn hele erge idealisten. Je moet ze niet zien als getrouwe partijgangers die gedisciplineerd zijn. Het zijn meer vissers, jagers, stropers en mensen met een heel groot solidariteitsgevoel. En in die familie is Toon lid van de CPN. En waarschijnlijk wordt Rien onder invloed van Toon ook lid van de club. En op 1 juni 1939 trouwt hij met Willy. En ze krijgen voor de oorlog toch 2 zoons in 1940. En in 1942. Nou, dan is dit de foto van Toon. En Toon en Rien zaten dus bij die sabotagegroep in het gewapend verzet. En Toon was dus de leider van de Deventer tak en werkte dus samen met die Cornelis van der Kraats die vanuit Rotterdam naar Deventer was gekomen. En de vrouw van Toon, Emma Clara Bloch, die de oorlog ook overleefde, die koerierde voor Frans. En Frans heeft zelfs een tijdje bij hun ondergedoken gezeten. En we weten uit een procesverbaal dat Clara onder andere Jan-Rik van Gilsen in Utrecht is tegengekomen. En dat ze dat die contacten te maken hadden met springstoffen en slaghoedjes. En ook Rien was dus betrokken bij het komen aan springstoffen. En daarvoor ging hij dus naar Amersfoort. Hij ging naar het adres van professor Van Everdingen. En die professor Van Everdingen was directeur van het KNMI.
En die had een aantal dochters. Eén dochter was mevrouw van Everdingen, die later beeldhouwer werd. Maar er waren ook nog twee andere dochters, Truus. En met wie was die Truus nou getrouwd? Met Jan Rik van Gilsen, de leider van de militaire tak van de CPN. En de andere dochter, Louise, was getrouwd met de Deventernaar Jan Hendrik van den Berg. Met andere woorden, Rien en Jan Hendrik van den Berg kenden elkaar vanuit de lagere school. En op een gegeven moment komen ze elkaar in de context van Amersfoort ook weer tegen. Nou, ik vertelde net al dat de meeste mensen opgepakt werden. Eind oktober, begin november. En dat een groot aantal van die mensen dus in het huis van bewaring zat. Rien weet daaraan te ontkomen. Zijn zoon, zijn oudste zoon, die vertelde: wij moesten hals over de kop vertrokken en mijn pyjama werd onder andere in de haast achtergelaten. En ze duiken onder bij familie in Amersfoort. Namelijk bij de man die die brief heeft gemaakt die gestuurd werd aan Klaas Vos, bij Frits Heijer en zijn vrouw. En Rien had zich ten doel gesteld om die mensen die in het huis van bewaring zaten, om die te gaan bevrijden. Hij vond: het is mijn taak om die mensen uit de gevangenis te halen. Nou, voor 1942 was dat wel een heel ambitieus plan. En hij gaat regelmatig naar Arnhem. En op een gegeven moment, als hij s'avonds terugkomt uit Arnhem en van het station in Amersfoort naar de woning van zijn zwager loopt, ja, dan merkt hij dat hij gevolgd wordt. En als hij bij het huis van zijn zwager komt, staan daar ook allerlei mensen min of meer verdekt opgesteld. Hij besluit dan om toch naar binnen te gaan. Daar zijn de beide vrouwen, zijn eigen vrouw en de kinderen, en de vrouw van zijn zwager aanwezig. En hij denkt van: ja, hier moet ik niet blijven. Dus hij trekt zijn schoenen uit en gaat er op de kousenvoeten vandoor. Er schijnt dan nog op hem geschoten te zijn. En waar moet hij dan heen? Dat weet hij niet. Want hij is niet zo bekend in Amersfoort. En dan denkt hij: hé, de Ruggen Tesselaan. Daar woont namelijk professor van Everdingen en daar ben ik wel eens geweest. Dus hij gaat richting Ruggen Tesselaan en hij belt aan of klopt aan en de deur wordt opengedaan en daar staat de gemeentepolitie van Amersfoort. Want wat is er namelijk gebeurd? Enkele dagen daarvoor heeft de Sicherheitspolizei een inval gedaan bij de familie van Everdingen. Waarschijnlijk op zoek naar Jan Rik van Gilsen en op zoek naar Truus. En dan is het de gewoonte dat je, als je niemand vindt, de bewoners oppakt. Nou, die vind je ook in de registers van het Oranje Hotel, dus dat klopt. En dan zet je er gewoon mensen van de gemeentepolitie neer. En iedereen die dan aanbelt, die wordt gewoon opgewacht, opgepakt en aan een nader verhoor onderworpen. Zo ook Rien Ditsel. Zijn persoonsbewijs wordt ingenomen. En ja, tegenwoordig zou je een kopietje maken met je telefoon en even sturen, maar dat ging in die tijd niet. Dus een van de twee politieagenten gaat naar het politiebureau met zijn persoonsbewijs. En of nou die andere gedacht heeft, laat die man maar lopen, of dat Rien inderdaad, want het was een beetje een kat met 9 levens, dat hij op een gegeven moment gedacht heeft van: ja, ik ga er vandoor. Nou, waarschijnlijk heeft hij hem afgeleid en kon hij er vandoor gaan, maar daar stond hij dan, zonder persoonsbewijs. Waar moest hij heen? Nou, dat weten we eigenlijk niet helemaal. Het enige wat we wel weten is dat in de dagrapporten van de Deventer politie op 6 november de mededeling verschijnt dat hij gezocht wordt. Aanhouding wordt verzocht door de commissaris van politie in Arnhem op verzoek van de SD Amsterdam. En als bij hem thuis in de Bloemstraat 77 ook nog Jan Rik van Gilsen worden aangetroffen met zijn vrouw Geertruida van Everdingen, dan moeten die eveneens worden opgepakt. Wat Rien dan precies gaat doen is niet helder, maar omstreeks 1 december krijgt hij een nieuw persoonsbewijs. En dat krijgt hij van Herman Lieve. Nou, dit verhaal kende ik voor een deel uit de familie. Ik heb mijn vrouw Lieve gebeld en die zei: goh, mijn man heeft precies hetzelfde verhaal ooit aan mij verteld. Dus ja, dan wordt geschiedenis leuk, hè? Wat gebeurt er? Herman Lieve is typograaf. En die heeft zichzelf ontwikkeld. Hij is ook vormgever. En hij maakt op een bepaald moment is hij in dienst gekomen van Musis Sacrum. Hij maakt ook dus de affiches en het drukwerk daarvoor. Dus iemand die echt iets kent. En echt iets kan, moet ik zeggen. En hij is dat over zijn oren zit hij op dat moment al in spionage en in het verzet. Helpt ook Joodse mensen aan onderduikadressen. En die Herman heeft een oproep gekregen dat hij naar het Zwarte Woud moet.
als dwangarbeider. Maar dat wil hij natuurlijk niet, hij heeft er geen zin in. En Rien, ja, die grond onder zijn voeten is gloeiend heet intussen geworden, dus Rien moet weg. En die beide mannen komen tot een mooie oplossing. Want Rien krijgt het persoonsbewijs van Herman Lieve. En Herman Lieve als typograaf en als vormgever, die haalt de foto van hem ervan af. En die schuift de foto van Rien erop. En dan is Rien ineens 7 jaar jonger. Nou, wat wil je nog meer? En ze maken ook een leuke afspraak. Dat Rien voortaan elke 2-3 weken een brief zal schrijven aan de ouders van Herman Lieve. En na de oorlog schijnt de moeder van Herman gezegd te hebben, toen Herman uit gevangenschap terugkeerde: jongen, ik heb nooit geweten dat jij zo ontzettend mooi kon schrijven. Die hele operatie vindt plaats in een hotel tegenover het station in Arnhem. En waarschijnlijk is dat Hotel Bristol geweest. Dat was een soort vrijplaats van illegalen. De baas die vond het zelfs goed dat men de keus van de biljarttafel op hoofden van NSB'ers sloeg. En een tijd lang kon men daar redelijk zijn gang gaan. En waarschijnlijk is het daar geweest. Zeker weten we dat niet. Nou, dan gaan we even naar Herman Lieve kijken. Dit is Herman. Een hele moedige man. Die ook op een groot aantal plekken in het verzet bezig is geweest. Maar helaas kunnen we er niet helemaal achter komen wat hij wel en wat hij niet heeft gedaan. Maar we komen hem in de rest van het verhaal straks nog even tegen. Rien gaat omstreeks 5 december 1942 onder de naam van Herman Lieve naar Kalmbach in het Zwarte Woud. Als je bij Baden-Baden aan de autobaan, daar staat zo'n heel mooi restaurant. Als je daar links afgaat, het Zwarte Woud in, dan kom je ongeveer vrij snel in Kalmbach. Het is een klein dorpje. Daar verschenen in die periode meer dwangarbeiders. En die dwangarbeiders werden aan het werk gezet bij de firma Alfred Gauthier. Waren die broers Gauthier. Het was opgericht door 2 broers. Die hadden daar een fabriek voor camerasluitingen. Maar vanaf 1933 moest men in de oorlogsproductie en maakte men tijdontstekingen voor munitie. En in die fabriek, daar werkten behoorlijk wat dwangarbeiders. Daar werkten Franse krijgsgevangenen, en die hadden de hobby om op een gegeven moment ook dan maar geintjes te maken en de productie daarmee te saboteren. Dat werd gewoon gedaan. Eind 1941 komen er ook Russen. Die zitten echt in een soort kamp op het terrein van de fabriek. En nou, die worden niet zo heel erg best behandeld. En er waren een aantal Nederlanders. In totaal heb ik een lijst gevonden in het Rode Kruisarchief met 23 Nederlanders. En 22 daarvan die zaten in dezelfde periode als Rien Ditsel daar. En daar waren er 16 uit Culemborg. In de brieven die Rien Ditsel later schrijft, daar heeft hij het ook altijd over de mannen uit Culemborg. Ze waren er 16, waarvan 1 iemand we even moeten onthouden. Dat is een maatje met wie hij straks in een woning ondergebracht wordt. Dat is Riens van Beurden. Aanvankelijk zaten de Nederlanders waarschijnlijk in een kamp, maar na verloop van tijd werden ze bij particulieren ondergebracht. En Riens woonde met hem op hetzelfde adres. Er waren er 3 uit Deventer. Henk Albach, die woonde op de Driebergenstraat. Er is ook volgens mij een min of meer bekende Deventernaar bij. Dat was Gerhard Roeterdink, die in de jaren 70-80 nog marktmeester was. En in een gele stofjas over de markt liep. Achterover gekamd haar. Ik denk dat ik die man wel eens een keer gezien heb. Want ik spijbelde nog wel eens. En daar was ook bij Hendrikus van de Bovenkamp. Die woonde in de Nielandstraat. En ja, dat was natuurlijk wel een risico. Want Deventer was weliswaar een stadje van 38.000, 40.000 inwoners. Maar de meeste mensen kenden elkaar. En ja, Rien Ditsel was natuurlijk verkoper geweest bij Tempelman. Ja, zo iemand is toch denk ik redelijk bekend. Rien spreekt zijn talen. Als je zijn brieven uit de gevangenis leest, die zijn ook heel mooi. Hij spreekt dus redelijk goed Duits. Waarschijnlijk heeft hij Frans gehad op de HBS. En ja, als verkoper denk ik dat je ook de nodige sociale vaardigheden moet hebben. Dus Rien werd al snel de leidsman van de mannen uit Nederland.
van het archief in Kalmbach kreeg ik op een gegeven moment tekeningen. En toen mijn vrouw en ik vorig jaar in september besloten om maar in de voetsporen van Rien Ditsel te treden, zijn we naar Kalmbach afgereisd. En tot mijn grote verbazing kon je nog een foto maken van de oude fabrieksgebouwen. Dus dit is de fabriek waar die dwangarbeiders in gewerkt hebben. Omheen staan nu natuurlijk allerlei uitbreidingen, maar het karakteristieke van het Zwarte Woud met die rare boogjes erin, dat zit er nog steeds heel mooi in. Dus vandaar. Rien Marinus, onze Rien dus, die wordt samen met Riens van Deuren uit Culemborg ondergebracht bij de familie Meisenbacher. En de familie Meisenbacher woonde op de Klein Endstaalstraße 581. Daar had Eugen een eigen zaak. In een overzicht van zaken in 1946-47 kom je hem ook tegen. Kinderwagens, naaimachines. En hij verhuurde ook auto's en repareerde voertuigen. En die Eugen die had zoons. Van twee weten we in ieder geval dat die op dat moment niet in Duitsland waren. Die zaten elders. En een andere zoon zou later waarschijnlijk in dienst gaan. Maar hij had ook een dochter, Hanni. En Hanni was een redelijk slimme tante en deed de was. En slimheid en de was doen kan bedreigend zijn. Want wat gebeurde er namelijk? Hanni waste ook de overhemden van Herman Lieve. Maar daar stond niet in de boorden van zijn overhemd de naam Herman Lieve, maar een andere naam, Ditsel of zo. Dus op een gegeven moment aan tafel zei Hanni, van hoe kan dat nou? Heet jij anders? Nou, Rien was iemand en charmant, kon ontzettend goed praten, kon dingen ook meteen recht praten. Dus die heeft waarschijnlijk Hanni overtuigd en daar kwam niets uit voort. In de tussentijd zat Willy en de familie in Deventer. En de oude truc van de Duitsers was, of de beproefde truc was, als de man weg is, neem je de vrouw gevangen en die gijzel je. Dan komt de man vanzelf wel tevoorschijn. Nou, in het geval van Rien Ditsel ging dat niet door. Van 12-12-42 tot 13 februari 43 heeft Willy gegijzeld gezeten in het huis van bewaring in Arnhem. En toen is ze vrijgelaten. En de familie werd scherp in de gaten gehouden, want op 1 januari 43 bood de moeder van Rien op het distributiekantoor in de Pontsteeg de geblokkeerde stamkaart aan. Ze werd ogenblikkelijk opgepakt, maar in de loop van de middag gelukkig weer vrijgelaten. Waren er contacten met thuis? Nee, niet direct. Rien schrijft zelf dat in maart 43 een Wim bij hem op visite komt. Mogelijk is dat de man van de tweelingzus van Willy, Wim Meijer. In ieder geval, die Wim vertelde hem dat zijn vrouw niet langer in de gevangenis zat. En een andere manier was verlofgangers. Als iemand op verlof ging, dan stuurde je die even langs je eigen adres. Dus begin 44 gaat Riens van Beurden naar Nederland, want na een jaar mag je op verlof. En wat zie je? Hij gaat ook bij Willy langs. En hij neemt voor Willy ook het een en ander mee. Nou, hier hebben we de Klein Endstaalstraat. Het leuke, dat huis is er nog steeds. En nou, je kunt zien, de foto komt uit de collectie van Walter Meisenbacher. Dat is een kleinzoon van Eugen. En die hebben we ook met een bezoek vereerd. En die was heel erg verbaasd dat wij meer over deze periode van zijn familie wisten dan hij. Ja, dan wordt het ook nog romantisch. Want die Nederlandse mannen, die zitten bij particulieren en die hebben relatief erg veel bewegingsvrijheid. Heel veel Duitse mannen zijn aan het front. Dus de verhouding man-vrouw is lichtelijk in onbalans, om het maar zo te zeggen. En ja, de mannen zijn allemaal zo tussen de 20 en de 30. Dus ja, de hormonen zullen ook wel een rol gespeeld hebben. Rien wordt verliefd op Sigrid Gautier. Dat is de dochter van de stichter van de fabriek. En hij komt daar ook thuis. In zijn brieven lees je dat ook. Hij leest boeken daar thuis. Hij maakt kennis met muziek. En hij zegt ook heel eerlijk tegen zijn vrouw in later brief. Ja, dat was een hele mooie tijd die ik daar heb doorgebracht. Hij was kind aan huis daar, denk ik. En ja, die moeder, die vertrouwt het niet helemaal. Die zegt, ja, die Ditsel, ja, ik weet niet of jullie de term buurblie kennen. Een ventje. Dus die moeder heeft zoiets gezegd op een gegeven moment. Ja,
voor een ventje, een buurblie van 23, is die wel heel erg wijs. En daarmee werd dus ook een soort argwaan bij de dochter aangewakkerd. En op een gegeven moment vraagt hij hem ook. En dan, ja, dan zegt hij, moet je luisteren. Ik heet eigenlijk Rien Ditsel en ik ben uit Nederland gevlucht. Dus hij schrijft achteraf in brieven ook, ja, dat was misschien niet zo verstandig. Nou, er gebeurt niks. In november 43, na een jaar verlof, mag hij naar Nederland. Maar natuurlijk niet naar Deventer, want daar kijken ze naar hem uit. Dus hij gaat weer naar Amersfoort, naar zijn zwager en zijn schoonzus. Daar komt Willy ook met de beide zoons. En dat is een heel prettig en mooi weerzien geweest. De oudste zoon, hè, die zijn vader nog bewust had gekend, die herkent hem ook ogenblikkelijk. Ja, het is echt, zijn echt twee hele mooie weken. Maar tijdens de gesprekken met Frits, komt Frits erachter dat Rien contacten onderhoudt met de Franse illegaliteit. Frits schrijft in zijn brief aan Klaas Vos met de Marquis. Rien zelf schrijft in 1945, als hij nog met Riens correspondeert, van ik spioneerde voor het Deuchien-bureau van het Franse leger, van de Franse inlichtingendienst. En hij zegt dan, ik kopieerde de tekeningen van tijdontstekers en die leverde ik op een bepaald adres af. En dan schrijft hij in die brief ook nog, ja Riens, wat jammer. We hebben wel overlegd om de olieopslagplaats van de fabriek in de fik te steken, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen. Dus waarom kwam het er niet van? Nou, misschien wel omdat hij gearresteerd werd. Op 15 februari 1944 wordt Rien voor de eerste keer gearresteerd. En zelf schrijft hij, ja, dat is het gevolg van iemand die in Nederland werd gearresteerd. Nou, dat kan een mededwangarbeider zijn geweest. Als men ongeveer vermoed heeft, daar zou wel eens iets niet in orde kunnen zijn. Het kan een contactpersoon geweest zijn. We weten het niet. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat Herman Lieve op 1 februari 1944 wordt gearresteerd. In Utrecht. En die zal niet meteen zijn identiteit prijsgegeven hebben. Maar na verloop van tijd, ja, is dat onvermijdelijk dat je gaat zeggen wie je bent. En ja, dan is het natuurlijk zo, hey, maar die Herman Lieve die moest toch in Kallenbach als dwangarbeider zitten? Wie zit daar dan? Nou, ik denk dat het ongeveer zo gegaan kan zijn. Wat gebeurt er? Hij wordt op de fabriek gearresteerd door twee Gestapo-agenten. Ze gaan naar zijn huis, de Klein Enstalstraze, doen huiszoeking. En dan stoppen ze hem in de auto. Tegen de avond is dat. En Rien schrijft dan zelf, ja, ze waren zo stom om mij tegen het portier aan te zetten. En toen wij in het donker aankwamen, ja, toen restte mij niets anders dan gewoon uit die auto te springen. Dat heb ik dan ook gedaan. En daar stond ik dan. Geen papieren, heel klein beetje geld en geen voedselbonnen. En dan gaat hij dus kennelijk op zoek in Stuttgart. En dat zou erop kunnen wijzen dat hij toch illegale kringen daar heeft gekend. Op zoek naar nieuwe papieren. Twee weken later, op 1 maart, wordt hij opnieuw gearresteerd. En hij schrijft daar zelf over, dan heb ik al papieren om naar Wenen te kunnen afreizen. Het is natuurlijk niet zo gek dat hij richting Oost wilde, want daar zaten zijn zielsverwanten. Hè? Althans, als je maar ver genoeg naar het oosten ging. Hij wordt nu gepakt. Komt in Hotel Sielbe, dat is het hoofdkwartier van de Gestapo in Stuttgart terecht. En daar wordt hij heel zwaar mishandeld. En hij wordt vervolgens 15 weken lang in een smerige cel gegooid, aan handen en voeten gekluisterd. En hij zegt zelf, ja, ik kon amper zitten, ik kon amper staan en ik kon amper liggen. Zo erg was de behandeling geweest die hij had ondervonden. Overigens, in die periode weet men ook, de Duitsers, dat Riens van Beurden in Nederland is geweest en ook bij Willy is geweest. En ook Riens van Beurden wordt in die periode ook gearresteerd. Dus men hield die mannen dus behoorlijk goed in de gaten. Riens wordt ondergebracht in de Untersuchungshaftanstalt in Stuttgart. Daar komt hij in voorarrest. En de eerste dag is het al raak. Dan vindt er een bombardement plaats. Dat is de eerste van de 6 bombardementen die Riens in de gevangenis zal meemaken. En dan ging je als gevangene niet de schuilkelder in. Je bleef keurig op cel. Het personeel ging de schuilkelder in. En je moest iedere keer weer blij zijn als je het overleefd had. Hij zit met meer mensen in de cel. Het is een eentonig bestaan. Je mag wel lezen in voorarrest. Dat mag. Je mag 1 keer per 2 weken schrijven. Maar dat moet in het Duits. Nou, dat kan Rien. En je mag niet over je rechtszaak schrijven. En op 18 juni 1944 schrijft hij dus, ik ben nog steeds niet op de hoogte van wat er precies mijn zaak is.
En rondom D-Day schrijft hij: Willy, pas op, want hij schrijft natuurlijk uit de gevangenis. Als straks het oorlogsgeweld naar Deventer komt, hou die jongens alsjeblieft in de gaten en hou je hoofd koel. En op 6 augustus, dan is hij helemaal opgelucht, want Deventer, ja, dat is op dat moment nog lang geen krijgsgebied. Nou, daar komt, hier zie je de brief die hij uit de gevangenis aan zijn vriend Riens van Beurden stuurt. In Kalmbach, Klein Enstalstraße 581. En dat is een brief waar hij eigenlijk vraagt om, ik zit net gevangen, kom alsjeblieft met zoveel mogelijk, met mijn schoenen, met sokken, met ondergoed, met alles. En ja, ik weet ook niet hoe lang ik hier zit, dus stuur dat zo snel mogelijk. Maar de ondertekening van die brief is ook heel erg leuk. Trouwens, je ziet daarboven in rood waar een brief allemaal aan moest voldoen, wat je wel en wat je niet mocht. Maar hij zegt tegen Riens, hij ondertekent met Euer Herman, jullie Herman. Jetzt Rien Ditzel. Dus Herman, ik ben door de mand gevallen. Men weet nu wie ik ben. In mei wordt hij wederom naar het Gestapo-hoofdkwartier gebracht. En ze zijn ineens een heel stuk vriendelijker. Hij wordt niet geslagen. Hij was redelijk onder voet. Men zei, wat wil je hebben? En men was allervriendelijkst en men ging de kant uit van, meneer Ditzel, moet u eens luisteren, u spreekt goed Duits, u spreekt misschien ook nog wel Frans, u hebt goede sociale vaardigheden, wilt u niet voor ons komen werken? Nou, dat heeft Rien dus niet gedaan. In de tussentijd, rond Pasen 1944, heeft hij TBC gekregen. Hij is door een medegevangene besmet. En in de gevangenis schrijft hij ook, in de gevangenis komt hij ook in contact met Fritz Rakop. Als je die naam gaat googlen, dan zul je zien dat dat een communist uit Gelsenkirchen is, die een eigen plein heeft gekregen. Nou, die Fritz Rakop, die was ter dood veroordeeld wegens hoogverraad en samenwerking met de vijand. En die komt op een gegeven moment bij hem op cel, om namelijk, hij komt vanuit Nuremberg naar Stuttgart toe, want in Stuttgart stond op de binnenplaats van de gevangenis de guillotine. En ter dood veroordeelden werden dus eens in de 14 dagen op de binnenplaats van de gevangenis daar onthoofd. Fritz die zit tot op de laatste avond, dat hij, de dag erop wordt hij dan onthoofd, bij hem in de cel. En ja, wat is nou precies de aanklacht tegen Rien geweest? Dat is heel lastig. Hij zegt zelf, ik ben eind juli door het Volksgerichtshof veroordeeld. En ja, ik denk dat hij in de war is geweest vanwege zijn ziekte. Want op 18 juni schrijft hij nog steeds van, mijn zaak is nog steeds niet duidelijk. Ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Hij schrijft in dat verhaal over Fritz Rakop, wat in 1947 verschijnt, schrijft hij van, ja, ik mocht de NS-koerier, het partijblad van de nazi's in Stuttgart, lezen. En dat mogen alleen mensen doen die in voorarrest zitten. En hij schreef tot 20 augustus om de 14 dagen een brief. En dat mag je ook alleen maar doen als je in voorarrest zit. Dus ja, als ze, die rechtszaak die moet dan na 20 augustus geweest zijn. Alleen ga je dan op zoek naar stukken, die zijn er niet. Want wat gebeurt er? In de nacht van 12 op 13 september 1944 wordt Stuttgart gebombardeerd. En het gerechtsgebouw, het archief met alle dossiers en stukken wordt ook getroffen. Er is dus niets over. Het enige wat ik met behulp van het Landesarchief in Baden-Württemberg heb kunnen vinden, is een register. Dat is ook wel weer grappig. Er is een register van het Oberlandesgericht in Stuttgart. En daar wordt in genoteerd dat er een zaak is begonnen op 27/11/1944 tegen Rien Ditzel. En die Rien Ditzel is verkoper. En hij vertoeft op dat moment in Kalmbach. Dat klopt allemaal. En die brief is ingeleid door een schrijver van de hoogste aanklager. En die hoogste aanklager, die brief daarvan, dat schrijven heeft inderdaad het kenmerk van hoogverraad. En er staat ook verder inderdaad in het register hoogverraad. Maar Rien is op 27/11/1944, is die al 2 maanden voortvluchtig. Want de gevangenis ligt naast het gerechtsgebouw en naast dat archief. Dus wat voor ons ja, jammer is dat we geen stukken kunnen vinden, was voor Rien Ditzel was de redding. De gevangenis wordt geraakt en hij gaat er vandoor. Het is het grootste bombardement, het 6e bombardement op Stuttgart. 950 mensen komen in Stuttgart om. In het oosten van de stad zelfs een grote vuurstorm.
Maar hij weet te ontsnappen en gaat richting Esslingen aan de Neckar. Hij loopt de stad uit, waarschijnlijk op goed geluk, en komt de andere ochtend op 13 september komt hij aan in Esslingen aan de Neckar. En daar hebben we twee documenten van. Waarschijnlijk heeft hij bij het politiebureau of bij de gemeente documenten gehaald. En die heeft hij ook ingevuld, maar hij is er nooit aan toegekomen om ze in te leveren. En ik denk dat dat samenhangt met het feit dat hij ziek is geworden en behoorlijk ziek. In het eerste document dat voor de politie bestemd was, daar staat heel nadrukkelijk dat hij op dat moment heet Herman Robert Vervaken. Hij is student, evangelisch, hij komt uit Antwerpen en is van 22-6-1920. Het is natuurlijk heel slim om Antwerpen te nemen, want Antwerpen was begin september 1944 gevallen. Dus de Duitsers konden niet via telex op een of andere manier controleren of dit allemaal wel klopte. En verder vult hij ook iets in, waarschijnlijk voor de gemeente. En daarin staan ook de gegevens van zijn ouders, van zijn vader en van zijn moeder. En het grappige is, ik ben gaan bellen en moest privacy hordes over natuurlijk daar in België. Maar uiteindelijk blijkt die man, Herman Robert Vervaken, en ook die ouders, die blijken dus nooit bestaan te hebben. Die heeft hij gewoon uit zijn duim gezogen. Nou, die Herman Robert Vervaken, die komen we op 16 september tegen in het register. Oh, ik loop een beetje achter. Die komen we fonetisch tegen in het register van het ziekenhuis. In het ziekenhuis, interne afdeling, daar komt een Herman Vervaken tegen. Geboortedatum klopt en hij komt uit België. En ook de TBC, de drie vormen van TBC, die kloppen exact. En er staat ook achter, hij is op 10 mei 1945 teruggegaan naar die heimat, België, met een B. Even vasthouden. In de Aarolsen Archives, waar ontzettend veel oorlogsarchieven zitten in Bad Aarolsen of in Bad Aarolsen, daar zijn ook twee kaartjes. Die kaartjes zijn na de oorlog gemaakt en die dienden om dus mensen die tussen de wal en het schip waren geraakt of ook echt oorlogsslachtoffer waren op te sporen. En daar kom je hem ook in tegen. Dezelfde Herman Vervaken. Zelfde geboortedatum. Uit België, Antwerpen. En het grappige is dat op een van die kaartjes staat dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen. Nou, dat klopt. En op een ander kaartje staat dat hij op 10 mei 1945, dat hij gezond teruggaat naar zijn heimatadres in Stuttgart, Reitelsbergstraße. Nou, ook het archief van Stuttgart heeft natuurlijk te lijden gehad, maar men had daar in ieder geval ook nog nooit van hem gehoord. En ik denk dus dat ja, we het steeds over één en dezelfde persoon hebben. Eind oktober 1944 schrijft Rien een brief aan zijn vriend Riens dat hij veel ernstiger ziek is dan hij had gedacht en dat het nog wel een hele lange tijd zal duren. Op 13 januari 1945 is het zelfs zo ernstig dat hij op het stervenskamertje wordt gelegd met nog iemand. Die andere persoon die overleeft het niet, maar Rien wordt in februari, ja, gaat hij herstellen. En hij wordt dan op 23 april, zoals hij het zelf zegt, door de Amerikanen bevrijd. En dan wordt hij op 10 mei ontslagen. Nou, dat ontslag, daar moet ik nog even over hebben. In die tussentijd heeft hij steeds contact gehouden met die vrienden van hem in Kallenbach. Dat was natuurlijk hartstikke riskant. Waarschijnlijk ging dat via een wasserij in Bad Wildbad. Dat is een dorp, een stad daarnaast. En daar gebruikten ze het adres van een zekere mevrouw Loepfer. Nou, ik ben wezen zoeken en het enige wat ik daar kan vinden is een wasserij. Maar in ieder geval, of dat nu de wasserij is geweest of niet, via een tussenadres was er dus toch contact mogelijk. Ja, op 10 mei ontslagen. Volgens het register van het ziekenhuis terug naar België. Volgens een van die kaartjes terug naar Stuttgart. Geen van beiden. Want wat gebeurt er? Hij vertelt in zijn brieven dat hij met een ambulance naar Karlsruhe wordt gebracht. En dan weten we even een hele tijd niks. De eerste keer dat we weer iets over hem horen, dat is dat hij op 16 mei aankomt in een sanatorium in Baden-Weiler. En dat is een sanatorium van het Franse leger. Sanatorium Libération. Hij is met een ambulance naar Karlsruhe gebracht. Kwam daar waarschijnlijk in contact met Fransen. Zegt zelf, ze wisten of ze herinnerden zich dat ik diensten had bewezen aan het Franse leger. En hij wordt op kosten van het Franse leger in dat sanatorium in Baden-Weiler opgenomen. En hij komt daar op 16
mij aan. Dat is uit een brief te destilleren. Hij schrijft op een gegeven moment aan zijn vrouw, 14 dagen of zoveel tijd geleden ben ik aangekomen. Maar we hebben ook de temperatuurkaart. Dus de hele kaart met alle temperaturen vanaf 16 mei tot ergens in juli, die is er gewoon. Die staat bij de stukken. Dus je kunt gewoon zien dat hij op 16 mei voor de eerste keer in dat sanatorium is getemperatuurd. En wat hij tussen 10 en 16 mei doet, dat weten we niet. Een lazaret. Ik denk dat men er in ieder geval achter gekomen is, deze man kun je niet repatriëren. Zo ziek was hij. En dat blijkt ook wel uit de brieven die hij schrijft. Hij schrijft zijn eerste brief op 18 mei aan zijn vrouw. Hij maakt zich zorgen. Hij heeft gelezen ergens dat het in Deventer behoorlijk zwaar gevochten is en dat de stad in puin ligt. Hij jubelt over de verzorging, wijn en vlees. Hij roept zijn vrouw natuurlijk op, schrijf ogenblikkelijk terug. En jij mag niet afhankelijk worden van de liefdadigheid. Ik heb bijna mijn leven gegeven. En als ze dus nu jou via maatschappelijk hulpbetoon of via sociale zaken aan een ondersteuning helpen, dat accepteer ik niet. Ik wil gewoon dat ik erkend word als iemand die gewoon voor de goede zaak heeft gevochten. Daar komt in feite op neer. En er zit een bijlage bij. En in die bijlage van die brief schrijft hij precies wat er allemaal sinds het verlof is gebeurd. En dat was natuurlijk een fantastisch mooie bron voor mij. En kon ik ook weer langs allerlei andere dingen leggen. Hij schrijft nog 5 brieven daarna. Gaan over zijn vrouw en zijn kinderen. Dat hij blij is dat hij ze binnenkort weer kan zien. Gaat over zijn gezondheid. Hij schrijft ook met wie hij in dat sanatorium zit. Onder andere zitten 35 mensen. En er zitten 4 Nederlanders. En eentje daarvan is Theo Buket, een Zeeuwse spion geweest. Die opgepakt werd en vervolgens ook met TBC en een goede vriend van hem daar terecht is gekomen. En Willy, ja, uit die brieven blijkt ook dat het eenrichtingsverkeer is. Hij reageert niet op wat Willy hem schrijft. Met andere woorden, hij schrijft maar brieven, maar Willy schrijft niet terug. Want het duurt ontzettend lang in deze tijd voordat er brieven aankomen. En Willy weet eigenlijk hele lange tijd niks. Ze heeft nog wel op een kaartje gehad van 1 januari 1945. En in dat kaartje daar kon ze uit concluderen dat Rien ontsnapt was. Maar meer weet ze niet, maar die andere dwangarbeiders komen natuurlijk terug. En Henk Albach uit Deventer, die staat op enig moment bij Willy aan de deur. En vertelt van, ja, moet je luisteren, ik weet dat Riens van Beurden voortdurend contact met hem heeft gehouden. En ik heb ook gehoord dat hij in het ziekenhuis lag. En dat hij op enig moment uit het ziekenhuis wegging en dat het dan verder heel erg moeilijk zou worden om nog te schrijven. Dus wat doet Willy? Die stuurt op 3 juni, en ook dat briefkaartje is bewaard gebleven, een briefkaart naar Riens en vraagt van, wat weet je, kun je me alsjeblieft helpen? En kennelijk reageerde Riens niet zo erg snel. Want een paar dagen later geeft ze een brief mee aan buren die naar Culemborg gaan, waar ook weer informatie in staat. En ook die brief heeft Riens van Beurden later aan de familie teruggegeven, waar dat alles te reconstrueren is. Henk Albach is dus voor haar de bron. En ze gaat dus naar Riens om daar te informeren. En dan ineens verschijnt op 19 juni in de Deventer editie van De Waarheid het verhaal dat Rien Ditsel leeft. Mooie kop erboven. En kennelijk kunnen we wel concluderen dat Willy gehoord heeft, vernomen heeft, dat Rien dus de oorlog heeft overleefd. In de Arolsen Archives zit ook nog een zoekpoging. Dus men heeft geprobeerd via de International Trace Service, internationale instelling om mensen te vinden na de oorlog, is ook een zoekpoging gedaan, een opgaveformulier. Alleen heel weinig informatie, eigenlijk alleen maar een naam. Maar goed, kennelijk is ook een poging op die manier gedaan. Nou, en dan moet je weer blij zijn dat je de temperatuurkaart hebt natuurlijk. Want wat blijkt uit die temperatuurkaart? Dat hij op 7 juli 1945 voor de laatste keer in Badenweiler in Sanatorium Liberation is getemperatuurd. En je kunt zeggen, ja, zijn ze toen gestopt of is die toen vertrokken? Nou, dat weten we niet exact. Rien zelf schrijft, ik ben door 2 Nederlandse officieren opgehaald en per vliegtuig naar Eindhoven gebracht. De Deventer editie van De Waarheid van 11 juli, die schrijft dat ook. Rien Ditsel is met een Frans vliegtuig naar Eindhoven gebracht. En zijn zwager zegt, ja, dat klopt. Maar hij heeft nog even een tussenstop in Amersfoort gemaakt. En via Amersfoort is hij uiteindelijk op 15 juli in Deventer aangekomen. En ja, dat was feest. De oudste zoon weet je nog te herinneren dat de Bloemstraat helemaal versierd was en dat Rien als een held werd binnengehaald.
En Rien en Willy die appreciëren dat ook heel erg, want op 19 en 20 juli komen er in de krant, in de regionale editie van De Waarheid natuurlijk, en in het Parool, dankbetuigingen voor de ontvangen blijken van vriendschap. Na de oorlog. Nou, Willy en Rien kregen dus nog 3 zoons, dus het totale aantal kwam op 5. En gezondheidsproblemen. Rien heeft TBC opgelopen en die ziekte en de gezondheidsproblemen bleven hem parten spelen. Zodra hij in Deventer terug is, dan moet hij al vrij snel naar het Geertruidenziekenhuis. En daarna gaat hij naar Sarepta, dat is een herstellingsoord voor verzetstrijders in Haarlem. En weer iets later gaat hij naar een sanatorium in Denemarken. Maar hij is net op tijd terug voor de verkiezingen van 1946 en wordt lijsttrekker voor de CPN. En ja, en die verkiezingen verliepen voor de CPN uitstekend. Hè? De Partij van de Arbeid werd de grootste met 10 zetels en de CPN, dat werden er 8. En Rien wordt dan ook wethouder. En dan begint de Koude Oorlog, 48, Tsjechoslowakije, 49. En dan zijn er in 49 weer verkiezingen, de CPN verliest dan ook. Maar het zijn dan de katholieken, de KVP en de Partij van de Arbeid die Rien Ditsel inruilen, de CPN inruilen zou je kunnen zeggen, voor de VVD. Rien gaat niet zitten pruilen, wordt fractieleider van de CPN en is dus vanaf 49 tot 56 is hij fractieleider voor de Communistische Partij Nederland. Hij treedt in 56 uit de partij vanwege de Hongaarse kwestie. Op het moment dat hij geen wethouder meer is, of misschien ook wel gecombineerd met wethouderschappen, want ik denk dat het in die tijd nog niet echt een fulltime functie was, is hij ook weer bezig met wat altijd zijn passie is geweest, dat is de textielbranche. En de laatste jaren van zijn leven heeft hij een textielzaak op het inmiddels afgebroken winkelcentrumpje op de Maasstraat. En die gezondheidsproblemen bleven. Rien overleed op 14 april 1963. En in het Deventer Dagblad staat dan ook een zeer gewaardeerd mens, een bekwaam bestuurder en een raadslid met grote autoriteit. En in november 2018 werd er dus een straat naar hem genoemd. En dat is de Rien Ditselstraat. En ik denk dat er weinig mensen in straten wonen waar zo'n verhaal aan vast zit. Dus dat was het verhaal van Rien Ditsel. Dames en heren, als voorzitter mag ik nu onze spreker bedanken. We hebben bijna 5 kwartier ademloos geluisterd. Wat een verteller, deze man. En wat een mooi artikel. Maar dat kunt u allemaal in het jaarboek weer lezen. Complimenten voor Johan van der Veen. Wat een werk heb je hier aan gehad. Dit is geschiedschrijving. Geweldig. Nogmaals, dank daarvoor. Als u misschien thuis dit bekijkt, dan hebt u misschien al wel het jaarboek gekregen. Nou, dan kunt u alles nog eens nalezen. Er zijn nog meer interessante artikelen. En ik wil in ieder geval eindigen met een groot dankwoord aan de redactie. Zonder jullie zou het allemaal niet kunnen. En zonder vrijwilligers die dit allemaal belangeloos doen, dan zijn we nergens meer. Geldt ook voor Marion. En die degene die niet is, dan zullen jullie wel doorbrengen. Maar we zijn altijd als bestuur van de historische vereniging heel blij dat jullie elk jaar weer erin slagen een prachtig jaarboek te maken. Dames en heren, wij gaan hier stoppen. U krijgt nog bericht voor een volgende lezing. En dan hopen we allemaal weer naar september dat we weer in de vertrouwde Oude Mariakerk bij elkaar komen. Wel thuis hier in de zaal en veel leesplezier ook thuis. Goed.